Barry Scholten, IF Technology. Voordat jij gaat vertellen wat je doet, wat is nou de reden waarom je zegt van hier wil ik staan vanmiddag? De reden is eigenlijk heel simpel. Ik ben 10 jaar geleden begonnen met een ideetje. Dat ideetje is in de loop van de jaren door heel veel gesprekken en heel veel netwerken en op zoek gaan naar kennis uitgegroeid tot een beweging. En ik ben gewoon heel trots dat er vandaag een zaal vol met mensen zitten die het geloof hebben dat we met energie uit water, in welke zin dan ook, de transitie op weg kunnen helpen. Dus in die optiek hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen vandaag aan de dag en mensen nog verder te inspireren. Oké, we zijn heel benieuwd. Dankjewel. De Amerikaanse astrofysici Neil deGrasse Tyson zei ooit: "We went to the moon and discovered the earth." Dus we hadden heel veel technologie nodig en een grote raket om naar de maan te kunnen gaan en daar uiteindelijk te ontdekken hoe klein en kwetsbaar ons blauw-groene planeetje is. Daarin denk ik dat we ook af en toe vergeten welke potentie en technologie, of welke potentie voor energie en ontwikkeling eigenlijk in onze eigen achtertuinen liggen. Nou, de waterschappen hebben denk ik een van de grootste achtertuinen van Nederland en daarbij ook Rijkswaterstaat. En ik wil jullie vandaag even meenemen in jullie eigen achtertuin om te laten zien van wat is nu die potentie en wat kunnen we daarvan leren. Duurzaam waterbeheer is niet iets nieuws. Eigenlijk hadden we vroeger niet anders. Windmolens die onze polders droog hielden en daarmee de akkers verbouwd konden worden. Dus eigenlijk was het vroeger windenergie om duurzame biomassa te creëren. Dus de koppeling tussen energie en water is helemaal niet nieuw. Alleen we moeten hem nu opnieuw gaan uitvinden om te kijken hoe hij ons kan helpen in deze nieuwe transitie. Om te kijken of we los kunnen komen van onze fossiele brandstoffen, waarmee we uiteindelijk weer dit mooie plaatje zouden kunnen creëren. Windmolens zijn op dit moment niet overal geliefd, hè, maar iemand zei ooit tegen mij van over 100 jaar staan al die windturbines misschien wel op de werelderfgoedlijst. Kun je het mee eens zijn of niet? Deze staan er in ieder geval al wel op. Dus. Energie uit oppervlaktewater, thermische energie uit oppervlaktewater, TEO. Hoe werkt dat nu eindelijk? Nou, ik heb hier een project bij me, dat is inmiddels al 4 jaar in bedrijf. Dit is Torkdaal, een woningzorgcomplex met 250 appartementen in Wageningen. En aan de Torkdaal ligt de gracht, de stadsgracht van Wageningen. Die is in de zomers is die zo'n graad of 25, daar zitten veel algen op, kenekroos. Over het algemeen ruikt die ook niet heel fris, maar daar zit wel heel veel warmte in. Dus we hebben gekeken voor woningcentrum Torkdaal, voor de woningstichting. Kunnen we die stadsgracht nu gebruiken als zonnecollector? Kunnen we die warmte winnen, die bewaren om daarmee met een warmtepomp dit complex te verwarmen? Nou, oppervlaktewater, zoals jullie weten, is in de zomer warm en in de winter koud. Ons grondwater is koel, om maar zo te zeggen. Tot 200 meter diepte is grondwater zo'n 12 graden. Daarmee kunnen we dus... Kijk, hij doet het. Daarmee kunnen we in principe in het warmste deel van de zomer kunnen we de warmte uit ons oppervlaktewater halen met een warmtewisselaar en opslaan in eigenlijk dat grondwater wat 12 graden is. Daarbij moet ik zeggen dat we niet het oppervlaktewater in de bodem stoppen, want dat mag niet. Dus dat wisselen uit met een warmtewisselaar. Nou, hoe werkt dat dan ongeveer? We hebben hier de stadsgracht zitten. En die stadsgracht is in de zomer 20 tot 25 graden. Daar winnen wij water uit. Die energie wisselen we uit met een warmtewisselaar naar een bodemenergiesysteem. En daarmee kunnen we in de winter met een warmtepomp dus woningen verwarmen. Het resultaat is dat het oppervlaktewater in de zomer afkoelt en in stroming komt. Daardoor komt er meer zuurstof in het water, wat een positief effect heeft tegen blauwalg, botulisme, maar ook tegen stedelijke hittestress. Dus eigenlijk is het winnen van warmte hier enerzijds klimaatadaptief, dus het verbeteren van de omgeving, maar ook klimaatmitigatie, omdat je geen CO2-uitstoot meer hebt. En daarmee snijdt het mes van Theo eigenlijk aan twee kanten. Dit is de stadsgracht in Wageningen. En je ziet al heel veel enekroos, maar we hebben ook oplossingen gevonden om onder het enekroos eigenlijk het water weg te pompen zonder dat het systeem verstopt. Dat doen we met behulp van speciale filters. Daar kan ik straks heel veel over vertellen, maar dat gaat misschien nu een beetje te ver. En dat doen we met behulp van een warmtewisselaar. Dit is eigenlijk het belangrijkste onderdeel in het hele Theo-verhaal, de warmtewisselaar. Oftewel, we hebben warmte in dat water zitten en die willen we oogsten. Een warmtewisselaar is niet veel anders dan een stapel plaatjes die achter elkaar staat. En aan de ene kant stroomt het warme oppervlaktewater en aan de andere kant stroomt het koele grondwater. Daarmee kun je energie uitwisselen en die energie dus uit het systeem halen en vervolgens opslaan in een bodemenergiesysteem als accu. Nou, als we dat in een stadsgracht doen,
halen we dus die warmte eruit en vervolgens lozen we dat water terug. En wat gebeurt er dan? De stadskracht komt in beweging. Hij koelt een aantal graden af, zeg 3 tot 6 graden. En er komt extra zuurstof in het water omdat we daar een luchtinjectiesysteem in gemaakt hebben. Daarmee komt de stadskracht van een stilstaand, niet zo fris ruikend systeem naar een stromend systeem wat afkoelt en waar meer zuurstof in zit. Dus uiteindelijk is hiermee ook de waterkwaliteit geholpen. Nou, wat is dan de potentie, vroegen wij ons af. Want wij maken al meer dan 30 jaar systemen met energie uit oppervlaktewater, over het algemeen gekoppeld aan bestaande WKO-systemen. Pas 10 jaar geleden dachten we, hey, als we dit nu gaan toepassen voor woningbouw en warmte op grote schaal gaan winnen, misschien heeft dat wel zin in onze energietransitie. Wat is er nu de potentie daarvan? Nou, in 2016 hebben we dat uit mogen zoeken voor de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. En het technisch potentieel overstijgt de Nederlandse warmtevraag maal 1000. Oftewel, er zit veel meer warmte in ons watersysteem dan we nodig hebben. Alleen de kunst is, hoe kunnen we die warmte naar onze afnemers brengen? Omdat warmte uit de Waddenzee kunnen we niet gebruiken om Amsterdam te verwarmen. Dus afstand is daar een belangrijke factor in. Daarom hebben we ook uitgerekend van hoeveel warmte zit er nu in de buurt van de bebouwde omgeving. Dus in de buurt van de warmtevraag. En de laatste cijfers, dat is een redelijk conservatieve inschatting, zegt dat we met aquathermie in de breedste zin tussen de 25% tot 40% van de Nederlandse warmtevraag kunnen bedienen. Dus dat betekent dat we 40% van de huizen in Nederland van het aardgas kunnen halen door aquathermie. Dat is dus een belangrijk pressie of een belangrijk middel om uiteindelijk de energietransitie op gang te krijgen en die aardgasloze wijken vorm te geven. Hier staat nog de handtekening van onze minister Kamp, als ik goed heb. We hopen zeg maar, dat het volgende plaatje met Diederik Samson is, dat we daarmee zeg maar, ook aan die nieuwe start van de energietransitie en nieuwe klimaatakkoord kunnen komen. Wat gebeurt er nu al? Er gebeurt al heel veel. Op dit moment werken wij aan 50 tot 100 TO-projecten in de schaalgrootte van 200 tot 10.000 woningen die we van het aardgas afhalen. Enerzijds nieuwbouw, anderzijds bestaande bouw. Er gebeurt al heel veel. Er zijn veel waterschappen die al projecten hebben. Ik noem een project in Katwijk, in Wageningen, in Arnhem-Zuid. Dus er gebeurt al veel. Alleen het kost veel moeite, het kost veel tijd, het kost veel overleg. Om die reden mochten wij ook van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat afgelopen jaar 7 business cases maken om te onderzoeken van waar werkt dit, waar werkt het niet en wat kom je tegen in dit soort projecten. Nou, dit is een rijtje van business cases die we gedaan hebben. Op de eerste etage hangen de fact sheets met de resultaten van die business cases. En ik neem jullie even kort mee in een van die business cases. In begeleiding met die business cases is er ook een handreiking opgesteld door de Unie van Waterschappen en STOA, waarin je ook heel veel handvatten krijgt voor het ontwikkelen van dit soort projecten. Dus hoe pak ik zo'n project aan en wat moet ik doen om uiteindelijk tot realisatie te komen? Ik laat jullie even kort het Genderendal zien. Het Genderendal is een wijk in Eindhoven. Daar staan dit soort huisjes. En daar wonen mensen die de energietransitie niet heel erg kunnen betalen. Althans, als die 18.000 euro in hun woning moeten stoppen om van het aardgas af te gaan, is dat voor die mensen de keuze vakantie, nieuwe auto of van het aardgas af. Dan is de keuze snel gemaakt. We hebben naar die wijk gekeken en gekeken van kunnen we daar met Theo het verschil maken. De wijk Genderdal zit aan het afwateringskanaal en aan de Gender, de beek. En daar kunnen we dus met behulp van een Theo-systeem in de zomer warmte winnen. Dat kunnen we opslaan in een WKO-systeem om vervolgens met een warmtepomp op 70 graden een warmtenet te voeden. Met die 70 graden kunnen we relatief eenvoudig al die bestaande woningen van het aardgas afhalen. Zonder dat daar grote warmtepompen in die woning hoeven te staan of dat die mensen een verzwaarde elektriciteitssysteem in hun meterkast krijgen. Het enige wat ze wel krijgen is in plaats van een gaspit, een inductieplaat en nieuwe pannen. Dat is voor die mensen al een hele investering. Hoe ziet dan zo'n systeem er kort uit? U ziet de gele zones, daar halen we, zeg maar, onttrekken we het oppervlaktewater en lozen we het oppervlaktewater 6 graden kouder. In sommige gevallen 3, ligt eraan wat je voor energie eruit wil halen. Bij de technische ruimte staat een warmtepomp en vanuit daar wordt de warmte gedistribueerd naar de bestaande woningen, waar vervolgens een afgifteset wordt geplaatst. In die afgifteset wordt 70 graden water in het bestaande systeem, cv-systeem gestopt en wordt het tapwater opgewaardeerd van 10 graden naar 60 graden, waar je prima en veilig mee kan douchen.
In de toekomst verwachten wij dat tapwater op 60 graden maken niet meer nodig zal zijn door de technologieën over legionella bestrijding. Daar is veel ontwikkeling in. Dus dan kan mogelijk dit soort hoge temperatuursystemen kan wat beperkt worden, wat de efficiëntie van zo'n warmtepomp nog meer vergroot. Het voordeel van een dergelijk systeem bij Genderdal is dat we daar heel veel woningen aansluiten, heel veel bestaande woningen, met één collectieve warmtepomp. Daar kun je warmtebuffers bij plaatsen. En dat zorgt ervoor dat je niet in elke woning een individuele warmtepomp zet die op hetzelfde moment heel veel elektriciteit vraagt. Oftewel, de piek vanuit zo'n van een decentrale oplossing, dus van elke warmtepomp in elke woning, is heel erg hoog. En dat zorgt ervoor dat er in de toekomst heel veel maatschappelijke kosten zouden zijn voor ons elektriciteitsnet. Dus als je kijkt naar warmtenetten, gevoed vanuit een collectieve installatie, kun je zorgen dus dat er minder maatschappelijke kosten zitten in de energietransitie. Dit is het resultaat van de business case en die zit ongeveer op 11 jaar tijd. Dus daarmee zeggen we, als ze dat systeem nu laten voor het is en die mensen krijgen een nieuwe ketel, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Maar als we die ketel zouden vervangen door een aansluiting op dat warmtenet met een TO-installatie, zien we dat die installatie zich eigenlijk al na 11 jaar heeft terugverdiend. Hierin houden we nog geen rekening met subsidies. Hier houden we nog geen rekening mee dat de gasprijs in de toekomst gaat stijgen. Op grotere schaal zijn we ook bezig bij Gemaal Katwijk, bij het Hoogheemmaatschap van Rijnland. Dit is een heel groot gemaal en daar komt continu 1 kuub per seconde voorbij. Wij als energietechneuten rekenen in kuubs per uur, waterschappen vaak in kuubs per seconde. Dat zegt ook hoeveel energie er in het systeem zit. Wij verwachten met Gemaal op Katwijk dat zo'n 2000 woningen van het aardgas zouden kunnen halen. En op dit moment zijn er al partijen die daar invulling aan het geven zijn. Maar hoe werkt dat? Nou, we hebben het gemaal, daar kunnen we een warmtewisselaar in plaatsen, net als in het water. Daar halen we de warmte uit en dat slaan we op in de bodem om vervolgens die woningen mee te verwarmen. Dus daarmee is het gemaal eigenlijk naast een waterpompstation voor waterveiligheid ook een duurzame energiecentrale geworden. Dit is de wijk. Daar zie je heel veel kleurtjes. Dat zijn woningen van de woningcoöperatie Dunavie. En Dunavie heeft hierin ook de ambitie om deze woning van het aardgas af te halen en aan te sluiten op warmte uit het TO-systeem. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n flat. Deze flats hebben vaak ook nog een collectieve warmtevoorziening, dus één collectieve ketel, waarmee het relatief eenvoudig is om die te vervangen door een warmtepomp. Nou, dat zijn even een aantal voorbeelden van TO, maar naast TO hebben we ook nog TA, thermische energie uit afvalwater, en TET, thermische energie uit drinkwater of uit ruw waterleidingen voor drinkwaterproductie. Maar we zien eigenlijk dat het hele palet aan omgevingsenergie een hele belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Dus jullie zien misschien nu een raket die naar de maan gaat, maar hopelijk kijken jullie ook naar het oppervlaktewater en vragen jullie af, hoe warm zou dat daar zijn? Dank jullie wel. Ik ben wel onder de indruk van de cijfers. Maar het roept bij mij allerlei vragen op, maar ik ga eerst eens even in de zaal kijken wie hier naar aanleiding hiervan nog opmerkingen of vragen heeft. Steek even uw hand op, dan kom ik naar u toe lopen. Of was het verhaal zo snel, zo helder en geen rocket science? Toch een vraag. Okay. Kunt u even staan en u zelf ook even voorstellen. Chris Roland-Holst, B2B Sure. Je haalde de term aquathermie aan. Misschien even handig om helemaal duidelijk te stellen wat volgens jouw definitie daar dan in ieder geval onder valt. Dat we dat ook allemaal met elkaar helder hebben. Dat is goed dat je dat aan. De termen TO, TET, aquathermie, smartpolder, energie uit oppervlaktewater zijn nog relatief nieuw. In die optiek proberen wij ook in Wikipedia de lucht in te krijgen, want als het daar staat, dan is het de waarheid. Onder aquathermie versta ik alle vormen van omgevingsenergie die watergerelateerd zijn. Dus dat zijn zeg maar oppervlaktewater, afvalwater, effluent, drinkwater in welke vorm dan ook. Dus ruwwaterleidingen van rivier naar de duinen waar het geïnfiltreerd wordt. Daar zit ook energie in. Dus aquathermie zijn eigenlijk alle watergerelateerde energiebronnen. Als je gaat kijken wat dan de alternatieven zijn, dan kijken we bijvoorbeeld naar geothermie. Dat zijn de diepere aardlagen waar water in zit. Maar dat is water wat opgeslagen zit in de aarde. Dus dan praat je over geothermie, ondiepe geothermie of WKO, wat dan grondwater is in de bovenste laag. Heldere verduidelijking. Was hier nog een vraag?
Oké, er zijn er heel veel. Ik loop een aantal langs. Ik weet niet of ik iedereen ga redden. Mijn naam is Gerwant Frittema, Energiewerkplaats Friesland. Is er een soort schaalgrootte die efficiënt is? Is dit ook geschikt voor hele kleine wijkjes, voor een dorp? Of praten we meteen over tienduizenden woningen die aangesloten worden op het kanaal zoals hier naast ligt? Er zijn systemen die op individueel huishoudniveau of eigenlijk meer woonbootniveau al beschikbaar zijn en ook al in bedrijf zijn. Er zijn ook bedrijven die dat ook al eigenlijk als running business aanbieden. Dat wil zeggen dat je een warmtewisselaar in het kanaal plaatst, een warmtepomp in je woonboot of je huis dat aan het water staat. De schaalgrootte van een TO-systeem die wij over het algemeen ontwikkelen, dat zijn op basis van open WKO-bronnen, zit zo ergens tussen de 60, het begint ongeveer bij 60 woningen. En vanuit daar kan het groeien tot eigenlijk oneindig, omdat je gebruik maakt van warmtenetten. Maar er zijn zeker systemen ook in die tussenruimte denkbaar. Alleen vaak zien wij dat niet, omdat wij een adviesbureau zijn wat vaak bij grotere projecten betrokken zijn. Voor dat soort systemen kun je veel beter naar de installateurs en de meer ontwikkelende adviseurs die ook zelf bouwen. Want die kunnen namelijk ook voor kleinere systemen goede oplossingen vinden. Dus in die optiek denk ik ook dat in die ruimte heel veel nog te doen is. Marie, pak nog even 2 of 3 vragen, als we dat even kort kunnen doen. Want daarna is er nog ruimte genoeg om ook inhoudelijk er verder op door te gaan. Stefan Verkaam, Rijksvastgoedbedrijf. Hou je ook rekening met dat bovenste lagen van het water warmer zijn als onderste lagen? Ja, op de manier waarop je het water binnenhaalt, zeg maar. Ja, daar houden we zeker rekening mee. Je ziet dat hier de focus met name ligt op warmtewinning. De bovenste laag is natuurlijk veel warmer dan de onderste laag. Maar wat we zien is dat in een gemiddeld kanaal, als je daar in de bovenlaag onttrekt, dat je lokaal misschien de onderste laag meeneemt, maar dat door de dichtheid van het warme water van afstand veel sneller aanstroomt dan het koude water van de bodem. Het heeft te maken met dichtheidsverschillen. Dus eigenlijk is warmtewinning uit oppervlaktewater, als je dat lokaal relatief diep doet, komt uiteindelijk sneller de warmte van afstand aangestroomd dan het koude water in de onderlaag. Dat heeft te maken met die dichtheidsverschillen. Dus het is wel relevant dat je het systeem relatief ondiep zou plaatsen voor die eerste paar dagen. Maar in verloop van tijd komt warmte sneller aangestroomd. Niet veel techniek in, hè? Want anders lopen we echt uit. Ik begrijp ook dat daar jouw passie in zit. Ik heb hier nog één vraag. Ik ben Mirjam Sterk, als bewoner lid van het programmateam Overweg Noord Aardgasvrij. Ik ben nu al ambassadeur voor dit. Geweldig. Is de Rijksoverheidssubsidie hiervoor ook beschikbaar? Of de Rijksoverheid voor particulieren beschikbaar is uw vraag. Ja, in principe is het een aardgasvrije technologie. We zien dat daar in de subsidie van BZK nu voor aardgasvrije wijken beschikbaar komt. Er zijn vanuit particuliere initiatieven zijn er heel veel subsidies vanuit de provincie vaak beschikbaar om particuliere initiatieven op weg te helpen. En op dit moment werken we ook samen met de Unie eigenlijk aan het loskrijgen van SDE-subsidie. Dat is meer in de grotere zin van het woord. We zien nu dat geothermie subsidie krijgt voor warmteprojecten. En wij vinden dat aquathermie daar ook bij moet komen. Ja. Oké. Ik moet het hier echt even bij laten. Er is straks nog wel even de mogelijkheid, om ook zeker aan het eind van de middag nog even om bij te praten, om Barry nog door te vragen. Ik zit ook met allerlei vragen, maar ja, behalve dat je zegt wat de potentie daarvan is, en je liet die kaart zien met al het oppervlaktewater wat we eigenlijk in Nederland hebben, dan biedt dat dus heel veel. Dus het maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het initiatief is om tot zo'n festival als dit te komen. En tegelijkertijd geef je in je verhaal ook aan dat er rendabele business cases te maken zijn voor die woningen met die woningeigenaren die niet tot de pioniers behoren en niet een zak voor het geld hebben om zelf het initiatief te nemen. Dus dat ziet er allemaal hartstikke positief uit. Barry, mag ik je hartelijk danken voor deze introductie. Applaus.